Vlaams Parlement TV blikt samen met 10 parlementsleden terug naar de afgelopen 12 maanden. 2019 was het jaar waarin de Vlaamse en federale verkiezingen, de uitstap uit Unia en het Vlaamse kanon de actualiteit beheersten. Journalist Jan de Meulemeester praat uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Philip de Winter. Bij ons Vlaams Parlement zit voor Vlaams Belang Philip de Winter. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb het even geteld. We hebben hier 10 gasten in deze reeks. En onder hen bent u van hen degene met het meeste ervaring als volksvertegenwoordiger. Hoe lang al ondertussen? Het moet nu 32 jaar zijn, het federale en het Vlaamse parlement. U bent voorheen kort, en dat is lang geleden, jaren 80, even journalist geweest. Maar sinds dan bent u eigenlijk echt een beroepspoliticus, hè? Ja, dat klopt. 32 jaar in dat parlement, dat is niet niks. En dat zorgt er ook voor dat je natuurlijk alle trucken van de voor kent en ook al veel gezien en gehoord hebt. En wat mij opvalt is dat heel veel dingen terugkomen. Onderwerpen, thema's. Er is een heel groot déjà vu gevoel wanneer je zo lang in de politiek actief bent. Maar goed. Déjà vu klinkt een beetje als ja. Wordt het wel wat beu soms? Nee, beu niet, maar bepaalde spelletjes die gespeeld worden, die doorzie je sneller. En sommige dingen die mij ergeren en frustreren, die worden alsmaar manifester. En dat creëert soms wel wat ongenoegen, ja. Maar het is ook een reden om verder te doen, een drive om het anders en beter te doen, absoluut. U hebt in beide parlementen gezeten, ook hier rechtover in het federale. Waar voelt u zich het meest in uw sas? Want dit is het Vlaamse huis, kan je zeggen, maar hier rechtover kan u natuurlijk harder inbeuken op dat België, op de Franstaligen. Ja, mijn hart ligt natuurlijk in het Vlaamse parlement. Dit is het enige legitieme parlement van ons land van Vlaanderen. Maar als politicus verkies ik het federale parlement. De confrontatie met de Franstaligen, de thema's ook, die mij meer liggen, immigratie, veiligheid en dergelijke meer. Als het zou kunnen, ideale wereld zou zijn om beide parlementen te combineren. En misschien komt dat er ooit van in een onafhankelijk Vlaanderen. Zodanig dat we die Senaat, dat federale parlement, dat Vlaamse parlement kunnen samensmelten tot één legitiem parlement. Het zou de politieke geloofwaardigheid ook ten goede komen. Ja, 2019, het jaar van de verkiezingen. Voor uw partij, pakweg een legislatuur geleden, werd die ten dode opgeschreven. Jullie stegen hier uiteindelijk een half jaar geleden naar 18,5%. Jullie kwamen van nog geen 6%, 17 zetels erbij, plus 12,6%. Terwijl het vijf jaar geleden bijna over en out leek voor Vlaams Belang. Absoluut. Het was alles of niks. Hè. Het was erop of eronder en het is gelukkig erop geworden. En dat heeft alles te maken, denk ik, met de politieke situatie. Hè. Er was de strijd tussen het volk en de elite. Het volk dat niet meer begrepen wordt, gefrustreerd achterblijft, omdat de politieke elite niet luistert naar hun noden en verzuchtingen. Er was natuurlijk het Marrakesh-pact en de val van de regering. Alle aandacht ging naar ons geliefkoosde strijdthema, zijnde immigratie, identiteit, multicultuur, islam ook. En daarbovenop was er natuurlijk ook het feit dat de N-VA een beetje uitgeregeerd was. De tol moest betalen voor 5 jaar regeringsdeelname op alle niveaus. Dat was ook nog nooit gebeurd. Dus de sterren stonden perfect voor onze partij en we hebben er het maximum uitgehaald. De sterren stonden perfect. Was het een teken des tijds of ook te danken, een stuk een verdienste van specifiek die nieuwe andere jonge voorzitter Tom van Grieken? Ligt het ook aan zijn aanpak? Of is het het moment in de tijd? Het is natuurlijk een combinatie van factoren. Ik bedoel, de sterren stonden goed, perfect. Zowel extern als intern. We hadden vernieuwd, dat was nodig, na het debakkel van 5 jaar geleden. Met een nieuwe jonge ploeg en een jonge voorzitter. Dat was een gok, maar die gok heeft gerendeerd. Anderzijds ook inzetten op nieuwe middelen, campagne. Niet vergeten. De sociale media. Bijzonder veel op inzetten, hè? Meer dan wie dan ooit. Hè, in de massaal op ingezet hebben. Ik was daar zelf ook kritisch over. Ik ben decennia lang campagneleider geweest van het Vlaams Blok, Vlaams Belang.
En alleen maar inzetten op sociale media, daar had ik toch wel mijn bedenkingen bij. Maar goed, het heeft gerendeerd. Het is een schitterend en uniek campagnemiddel gebleken. En daarnaast natuurlijk niet vergeten de politieke situatie, ja, die natuurlijk compleet anders was dan 5 jaar geleden en in ons voordeel speelde als oppositiepartij. Bart De Wever als Vlaams formateur, zeg maar, of informateur, die heeft ook lang met jullie partij gesproken. Heel eerlijk, was dat nu gemeend, denkt u? Was hij op een bepaald moment echt van plan om met jullie een coalitie te vormen? Was dat echt haalbaar? Of was het een stuk strategie die ons uiteindelijk gebracht heeft bij deze coalitie? Ik denk dat er bij Bart De Wever en een aantal N-VA-topmensen de echte bekommernis was om te komen tot een regering, een meerderheid, die vertolkte wat de kiezer uiteindelijk wilde. Dus ze geloofden echt met jullie het kan. Absoluut. Er was een geloof dat het kon. Ik denk wel dat die bekommernis er was. En dat ze ook inderdaad wel de idee hadden, de bedoeling hadden, om met ons een regering te vormen. Alleen was er natuurlijk een mathematisch probleem. Er waren 5 zetels tekort in dit parlement, ja, om dat te kunnen. Tot daar dan de rechtse samenwerking. Ja, absoluut. En daar wringt het schoentje natuurlijk. Hè. Ik hou hier toch wel een enorme kater over aan deze verkiezingen. Ik heb dit al te dikwijls meegemaakt. Maar een kater, want hè, we zeggen net, u zit 32 jaar hier in de nationale Vlaamse politiek. Het lukt nooit, hè, om mee te besturen. Het zal absoluut ook nooit lukken, zo lijkt het. Ja, we hebben 2004 gehad. Zaten we hier ook samen na grote verkiezingsoverwinning met Leterme om een regering te vormen. Is toen niet gelukt. Nu hetzelfde scenario. Lukt opnieuw niet. Ja, dit kan niet blijven duren. Vooral de kiezer raakt dit beu. We leven in een land dat gedicteerd wordt door het cordon sanitaire. De dictatuur van het cordon sanitaire. Maar er is de wiskunde. De wiskunde die maakt dat jullie geen meerderheid halen. Wat kan u eraan doen? Er zijn pogingen geweest, Forza Flandria en zo meer. Ja, maar goed, oké. We hebben al dikwijls geprobeerd om het cordon te doorbreken. Ik denk dat we nu out of the box moeten proberen te redeneren. En een soort van rechtse Vlaamse alliantie tot stand brengen in de loop van de komende jaren, die er kan voor zorgen dat de wil van de kiezer ook gerespecteerd wordt bij verkiezingsvorming. Het kan niet zijn dat de kiezer telkens opnieuw gestraft wordt. Een alliantie, wordt van zegt zijn u, een samenwerking? Of wat bedoelt u wat juist? Mij betreft moeten alle pistes verkend worden. Er mogen geen taboes zijn. En zeker geen partijpolitieke bekrompenheid van alleen maar preken voor het eigen huis. Nee. Dus elke partij blijft wat ze ik is. Ik denk maar dat alles moet kunnen. Lijstverbinding, samenwerken in een alliantie. Voor mijn part zelfs een nieuwe partij die alle rechtse krachten bundelt. Als we er maar voor zorgen dat Vlaanderen krijgt waar het ook voor gestemd heeft. Een nieuwe partij, een Vlaamse regering. Een nieuwe partij met dan bijvoorbeeld een N-VA, dat betekent hypothetisch dat het Vlaams Belang wel ophoudt met bestaan. Hè? Wel, ik ga maar me daar allemaal nu vandaag alliantie niet over uitspreken. Maar alle formules moeten onderzocht kunnen worden. We moeten zorgen dat we proberen om uiteindelijk voor één keer dat dictaat, die dictatuur van de politieke correctheid en van het cordon sanitair te doorbreken. En niet alleen naar de eigen navel zitten staren. De partij, een partij, is altijd maar een vehikel. Een kruiwagen om uw doelstellingen te realiseren. En bij de volgende verkiezingen is het moment van de waarheid. Het momentum is nu. Wellicht krijgen we paars-groen of paars-geel. Het omgekeerde van wat de kiezer wil. Dus dat is en dus moet zo'n rechtse alliantie mogelijk zijn. En we overstijgen daarmee het partijpolitieke hakketak dat we ook deze keer opnieuw hebben meegemaakt tijdens de regeringsvorming. Daar moeten we vanaf. Een rechtse alliantie is noodzakelijk in Vlaanderen en biedt eindelijk de kans om de kiezer te geven wat hij wil, een rechtsbestuur in Vlaanderen. Ja, een van de meest besproken maatregelen van de regering is het stopzetten van de subsidies aan Unia. 10% uiteindelijk van de subsidies, maar symbolisch belangrijk. Je hoort dan bij die Vlaamse regering, zeker bij N-VA, dat Unia zich vaak te focust op bijvoorbeeld racismeklachten. Unia verdedigt. Wij hebben ook 125 klachten behandeld over homofobie. Klachten over seksuele geaardheid is de grootste stijger. Bijna een derde van de klachten komt van anders validen. Ja, klopt dat dan dat die Unia te veel met racisme bezig was? Ze zijn met een hele range aan klachten en discriminaties bezig. Ja, de Unia is de GEDAPO voor mij. Hè.
Dat betekent de gedachtenpolitie, de GEDAPO. Een soort van staatsveiligheid die de geesten moet bewaken. En vooral de overheidsideologie van multiculturalisme en diversiteit er moet inrammen door de strot van de Vlamingen. Dus dat UNIA-ding, dat hebben we feitelijk niet nodig. We moeten niet alleen de subsidies afnemen, we moeten UNIA gewoon afschaffen. Als er een klacht is wegens racisme of wat dan ook, dan is de rechtbank daar om te oordelen. Dan hebben we daar geen partijpolitiek gecreëerd instituut voor nodig om uiteindelijk de Vlaming te zeggen wat hij wel of niet mag denken. Maar uiteindelijk dus, zegt UNIA, uiteindelijk is het ook wel de rechtbank die uiteindelijk oordeelt. Ja. UNIA doet ook van de 7500 klachten, wijst ze er een groot deel af als ongegrond. Wat ze doen is later mensen begeleiden richting rechtspraak waar. UNIA doet natuurlijk veel meer dan dat. Hè. Zij nemen partijpolitieke standpunten in en laat ons wel wezen. UNIA is de opvolger van het SKR. Dat is het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding van de beruchte pater, inquisitiepater Le Man, die maar één doelstelling had. Dat was het Vlaams blok zaliger terugdringen en bestrijden. 10 jaar lang heeft die man ons met zijn centrum uiteindelijk voor de rechtbank bestreden en ervoor gezorgd dat mijn partij verboden werd en is moeten vervallen tot het Vlaams Belang. En UNIA doet net hetzelfde, maar in een andere verpakking. Dus wat dat betreft, UNIA is en blijft een inquisitiecentrum, de GEDAPO, de gedachtenpolitie, die mensen politiek correct moet leren denken. Maar u kan zichzelf dan nu inderdaad in de handen wrijven dat die beslissing is genomen, maar er komt een ander instituut, een instelling waarvan mevrouw Rutten zei bij het regeerakkoord een instelling die beter zal werken, ook een Vlaams Mensenrechteninstituut. En wat u betreft is dat een UNIA-BIS dan. Ja, maar goed, dat zullen we nog wel zien. Ik bedoel, dat er een mensenrechteninstituut zou komen, goed tot daaraan toe. Ik wil hen nog het voordeel van de twijfel geven. Maar als het een kopie van UNIA wordt en van het CSKR, het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, dan pas ik, dan hoeft het niet. Als het daadwerkelijk de bedoeling is om mensenrechten te respecteren en te implementeren, dan kan ik daarmee leven. Maar ik vrees dat we terug vertrokken zijn voor een nieuw soort UNIA, CHKR en aanverwanten, dat vooral een partijpolitieke invulling zal krijgen en als eerste opdracht heeft bedoken en openlijk om het Vlaams Belang en het ideeëngoed van het Vlaams Belang te bestrijden. Dat brengt ons bij Vlaams minister van Samenleven, Bart Somers, en een stevige clash tussen u en de minister tijdens een debat eind november, midden november, naar aanleiding van de brandstichting in het toekomstig asielcentrum in Bilze. Als we het ernstig menen met de Westerse waarden, dan nemen we afstand van dat clubje dat daar zit, dat zelfs op het moment dat wij discussiëren over brandstichting zich gedragen zoals een bepaalde fractie in de Rijksdag wanneer over zulke problemen werd gesproken. We leven, en dat is mijn overtuiging, ik ben eigenlijk blij. Ik ben meneer De Winter dankbaar, omdat hij mij motiveert. Hij motiveert mij om recht te staan. En op te staan voor de waarden waarvoor wij ons ooit hebben politiek geëngageerd. Meneer de minister, u pleitte voor een humane samenleving. En u vatte uw betoog aan met de mededeling dat u wil dat er niet gestigmatiseerd mag worden. Dat er niet gepolariseerd mag worden. En in uw volgende zin zei u, en daar zitten ze, de nazi's die vergeleken worden met de Hitlerianen in de Rijksdag. Van stigmatisering gesproken, niet alleen van mij of van mijn collega's, maar van de 850.000 kiezers, de 18% van de bevolking die wij vertegenwoordigen en die nota bene op 26 mei de verkiezingen heeft gewonnen. Ja, het was een forse Somers. Er valt wat te zeggen over wat hij daar ook zei, die verwijzing naar de Reichstag, naar de oorlogsperiode. Nu, het punt was natuurlijk dat hij wil aangeven dat uw partij, verwijst ook naar N-VA, sommige politici een bepaalde negatieve manier spreken over immigranten en dat dat voor sommige mensen de drempel zou verlagen tot stigmatiserende taal of dingen zoals we daar gezien hebben in Bilze. Wel,
Eerst en vooral wil ik toch opmerken dat we ondertussen anderhalve maand verder zijn en men nog altijd niet weet wie die brand heeft gesticht en wat er precies gebeurd is. Maar Bart Somers wist dat een maand geleden allemaal wel. En hij wees naar ons en hij zei, voilà, dat zijn ze, de brandstichters. Natuurlijk gemakkelijk. Als de argumenten op zijn, dan schakelen we naar een hogere versnelling. En dan zitten we heel snel bij Adolf Hitler, nazi's, de Reichstag, dat soort van dingen meer. Ja, dat is natuurlijk vooral een gebrek aan argumenten. Dat daar wordt geëtaleerd door Bart Somers. En Bart Somers, wat er ook van zij, voor mij is hij de duikboot van progressief, links, in deze Vlaamse regering en dat uitgerekend hij het thema inburgering en dergelijke moet als minister invullen, is een waanzinnig gemiste kans voor de N-VA maar om hier een identitaire Vlaamse stempel te drukken als partij. Zijn roeping is net als minister van Samenleven, de titulatuur zegt het zelf al. Is er net op wijze dat een bepaald discours over migranten, of een gepolariseerd debat daarover, het samenleven, net moeilijker maakt? Nee, integendeel. Hè. Wat het moeilijk maakt, is het feit dat de regering de poorten laat openstaan van ons land voor steeds meer vreemdelingen en vluchtelingen. Dat men ongecontroleerd, zonder enige informatie, is soms in kleine dorpen, dergelijke asielcentra inplant, zonder inspraak van de bevolking, zonder wat dan ook. Wat het moeilijk maakt, is dat men telkens opnieuw de immigratie faciliteert ten koste van de belangen van ons eigen volk. Dat zorgt voor frustratie bij de bevolking. En dat wij er zijn als uitlaatklep, zorgt er juist voor dat het niet nog veel erger is. Dat het niet tot een complete clash komt. Dat we nog niet in de grote steden in een situatie van halve burgeroorlog terecht zijn gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat het Vlaams Belang een belangrijke taak heeft en ook een belangrijke rol speelt als ontmijner, als ventiel langs waar de overdruk ontsnapt. Niet als degene die olie op het vuur giet. Wel, integendeel. En daarom was ik ook zo boos op Bart Somers en heb ik dit fragment gekozen. Omdat ik denk dat Bart Somers uiteindelijk deze regering chanteert en gijzelt. Want even daarover, u zegt uw partij het ventiel, ook een ventiel richting het regeerakkoord. Toen dat was beklonken, hoorde ik best wel wat Vlaams Belangers die zeiden van daar zit duidelijk onze stempel in, ons watermerk. Als u dan deze Bart Somers hoort, dat is wel een andere toon dan degene die we over integratie bijvoorbeeld, lezen in het regeerakkoord. Hè? Absoluut, en daarom zeg ik ook Somers is de duikboot van de multicul, van de diversiteit, van de pro-immigratielobby in deze regering. En dat de N-VA dit toelaat, is onvergeeflijk. En ik blijf erbij, Somers gijzelt deze regering. Er was lang tot geen applaus van de N-VA. Absoluut, en de N-VA ze waren ook niet enthousiast. Hè. Zij applaudisseerden niet. Achteraf zijn er allerlei uitspraken geweest dat zich distancieerden van Somers en dergelijke meer. Maar dit is slechts het begin. Hè. Somers gaat dit 5 jaar lang doen. Zal zijn stempel drukken en zal zijn agenda, en we kennen zijn agenda, dat is een multiculturele pro-immigratielobby agenda, doordrukken in deze regering. We gaan nog naar heel veel dergelijke clashes met Bart Somers. Hij vindt dit positief, want voor hem komt dat goed uit. En wij zullen onze rol spelen als oppositie en dit niet toelaten, want dit was niet wat uiteindelijk de N-VA ons verteld heeft in de regeringsgesprekken, waar men een klemtoon wou leggen op identiteit, op strengere inburgering, op sluiten van de grenzen, op een kordater immigratiebeleid. Daar is Somers net het omgekeerde symbool van. We hebben onszelf gepermitteerd, de vrijheid althans, om ook een fragmentje te kiezen. We zien u op het spreekgestoelte, heel even als voorzitter van dit Vlaams parlement, waar u hier dan de fakkel doorgeeft aan Wilfried van Dalen van N-VA. Dames en heren, dan is nu aan de orde de verkiezing van de voorzitter ter vervanging van de heer Chris van Dijk, die, zoals u weet, bij brief van 11 juli 2019 met onmiddellijke ingang ontslag heeft genomen als voorzitter van het Vlaams parlement. Vraagt iemand hieromtrent het woord betreffende de verkiezing van de voorzitter? Meneer Diependalen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben gisteren samengezeten met het uitgebreid bureau op uw initiatief en wij zouden graag Wilfried van Dalen naar voren schuiven als nieuwe voorzitter. Dank u wel. Dan verklaar ik de heer Wilfried van Dalen verkozen tot voorzitter van het Vlaams parlement.
Ja, technisch bekeken, maar misschien ook politiek. U belandde op de voorzittersstoel omdat u ondervoorzitter was. Sommigen analyseerden goed, dat is eigenlijk een doorbreken van het cordon. Wel, ik denk dat niet. Hè. Ik bedoel, dit is een toepassing van het reglement, punt aan de lijn. En ik was... Ik had toch heel gemengde gevoelens over dat voorzitterschap. Hè. Ik bedoel, het was gemengde gevoelens? Ja, symbolisch. Het was een moment voor u om... Symbolisch om op uitgerekend de Vlaamse feestdag, half juli, voorzitter te mogen worden van het Vlaams parlement. Maar de manier waarop was weinig eervol. Heel de zaak van Chris van Dijk. Ja, ik bedoel, de hele historie met Chris van Dijk. Chris verdient beter dan dat. Wij hebben een gemeenschappelijk parcours gereden binnen de Vlaamse beweging. Hij naar de N-VA, ik naar het Vlaams Blok, Vlaams Belang. Maar ik beschouw Chris als een politiek kameraad en ik wens hem alles wat hem overkomen is absoluut niet toe. En dus had ik daar gemengde gevoelens bij, want ik kon best leven met de figuur van Chris als voorzitter van het parlement, zeker weten. Het was heel kortstondig ook, hè? Dat was uiteindelijk een tweetal dagen of ja, het was een kleine formaliteit week. Eigenlijk. Het was een kleine week, maar natuurlijk bij het begin van de legislatuur, uitgerekend Philip de Winter, het grote zwarte beest, die dan voorzitter wordt van het Vlaams parlement. Ja, dat zorgde wel voor wat politieke commotie en goed, oké. Okay. Het heeft zijn effect niet gemist, dat klopt, maar meer dan symbolisch was het niet. Maar we zullen wel zien wat de toekomst brengt. Ja, we zagen ook de collega's van PvdA die dan recht staan met bordjes waarop staat geschreven niet in onze naam. Het toont één, de PvdA'ers zitten nu ook in het parlement. En twee, deze verkiezingen hebben de oppositie aan beide uitersten sterker, groter gemaakt. Zorgt dat voor een andere dynamiek nu in dat parlement? Absoluut, daar ben ik van overtuigd. En ik denk dat het parlementaire debat hier in het Vlaams parlement alleen maar ten goede zal komen. Dit is een wat saai parlement. Het ligt aan de thema's, maar misschien ook aan de organisatie van het parlement. Gebrek aan spankracht soms ook. En ik denk met een sterk Vlaams Belang. En aan de andere kant toch ook een gedegen vertegenwoordiging. En dat bedoel ik naar de kwantiteit, niet naar de kwaliteit. Van de PvdA zou ongetwijfeld leiden tot een clash. En dat komt het politieke debat, de democratie, zeker ten goede. Dus ik vind dat geen slechte zaak. Want wat we bijvoorbeeld zien de laatste tijd, is dat er debatten zijn tussen de oppositie onderling. We zien u in debat gaan met een Jos Dazen, een Rosemarijn Bekkers met een Kim de Witte. En in dat middenblok zit meerderheid en die andere oppositie, die centrumpartij. Het wordt een debat tussen de oppositiepartijen links-rechts. Het staat natuurlijk symbool voor de veranderde politieke zeden en ook de nieuwe maatschappelijke politieke omstandigheden, waarbij nieuwe thema's uiteindelijk vooraan op de politieke agenda staan en niet meer belichaamd worden door de partijen van het verleden, door de traditionele partijen, de systeempartijen, die geen antwoord hebben op het probleem van immigratie, identiteit, op het probleem van islamisering en multicultuur enzovoort. Maar enzovoort. Jullie en PvdA dan wel een stukje objectieve bondgenoten? Hè? Wel, geen objectieve bondgenoten, maar wel sparringpartners, ongetwijfeld. Ja. En het is wat het is. Ik heb dit al meegemaakt in Antwerpen, in de Antwerpse gemeente. Daar is dat al een hele tijd. Met de PvdA. Ik weet wat ons te wachten staat. Ook hier. Het is een uitdaging voor de traditionele partijen om in te breken en te zorgen dat zij meer duidelijkheid kunnen verschaffen, meer snedigheid ook, in die nieuwe thema's die het politieke debat op dit moment overheerst. Trouwens, een kort vraagje nog, want uw fractieleider nu hier, Chris Janssens, u hebt heel lang altijd op het voorplan gespeeld. Straks in Antwerpen geeft u de fakkel ook door aan Sam van Rooij. U wordt bijna een backbencher straks, ook hier. Op backbencher niet, maar het is een andere rol die ik moet spelen. Het geeft de kans om met iets meer afstand de politiek te benaderen. En na 32 jaar mag dat misschien ook wel. En ook de mogelijkheid om jonge mensen naar voren te schuiven. Ja. Hè? Ik bedoel, il faut pas rater son sortie. Hè? Dat is belangrijk in de politiek om te weten op welk moment men welke rol moet spelen. En ik ben 25 jaar fractieleider geweest in dit parlement en in andere parlementen. Dat is goed genoeg, is lang genoeg geweest. We zien wel wat de toekomst brengt. Hè. Men is nog niet van mij af, verre van. Maar het is in een andere rol dat ik aan politiek doe. En ik voel mij daar goed bij. Ah, goed, ja. FC de kampioenen, ganzenbord, ja. Dat maakt deel uit van de Vlaamse kanon. Bedankt in ieder geval. Leuk.
Dat is de vraag, hè, die Vlaamse kanon, wat daarin moet. Het is een van de meest opmerkelijke beslissingen van die Vlaamse regering. Het opstellen van een lijst met ankerpunten uit cultuur, geschiedenis. FC De Kampioenen, moet dat in die Vlaamse kanon? Moeten mensen die hier toekomen weten wat dat is, betekent? Ja, dat maakt die Vlaamse kanon misschien een beetje al te anekdotisch. Maar die Vlaamse kanon is niet zo nieuw. Hè. Ik bedoel, die bestaat in Nederland, de Nederlandse kanon, al sinds 2006. En werkt perfect in het geschiedenisonderwijs, qua inburgering en dergelijke meer. Daar hebben ze 50 vensters en iedereen bedient zich daarvan. En als men kijkt naar hoe het in Nederland is opgevat, zo kan het ook hier. En ik heb het boek recent gekocht om eens te zien wat er nu allemaal in staat. En dat is vrij uiteenlopend. Het wil feitelijk gewoon zeggen dat wie hier in ons land te gast is, moet weten hoe dit land in elkaar zit, hoe onze samenleving functioneert, wat onze manier van leven nu precies inhoudt en hoe het reilen en zeilen in ons land verloopt. En daar maakt niet alleen de hele geschiedenis van ons volk en ons land deel van uit, maar ook vrij alledaagse dingen. Zoals bijvoorbeeld een iconische televisieserie, zoals De Kampioenen er één is. Want over dat historische, je hoort dat net, historici, professoren, die zijn er bijna unisono allemaal tegen. Het zou een anachronisme zijn, een omgekeerde geschiedschrijving. Noem maar op, het nationalisme of die idee-identiteit dat bijna gaan opdringen. Maar dat hoeft ook niet en dat is ook niet de bedoeling. Ik herhaal, kijk naar Nederland waar het perfect functioneert. Maar kijk ook naar de Verenigde Staten waar ook een soort gelijke manier van werken wordt in de praktijk gebracht. Dus het kan wel degelijk en het is allemaal niet zo speciaal of zo nieuw. Wel, integendeel. In dat boek van Bart Wever, Identiteit, waarvan we toch het een en ander terugvinden in dat regeerakkoord, Absoluut. Stond zelfs naar, u geeft het Amerikaans voorbeeld, naar analogie, de groet aan de vlag als het ware bijna, een soort eetaflegging. Ja, wat daar common sense is. We zijn veel symboliek kwijtgeraakt, vaderlandsliefde, dat soort van dingen. Daar wordt nu een beetje smalend over gedaan, daar wordt wat mee gelachen. Maar het is natuurlijk wel een vorm van cohesie, van samenhang, die men binnen een volksgemeenschap in een land nodig heeft om vooruit te kunnen, om ook te geloven in iets wat we gemeenschappelijk hebben. En dat is onze manier van leven, dat is onze taal, dat zijn onze waarden en normen, dat is onze cultuur, dat is onze afkomst. Onze geschiedenis, maar ook onze afkomst. En dat is ook de gemeenschappelijke sokkel op basis van de welke men de toekomst kan voorbereiden. Nee, dat is het principe. De vraag is of zo'n kanon, los van hoe die er gaat uitzien, zoden aan de dijk zet. Je kan ook zeggen, er is al een kanon. We zijn er allemaal doorgegaan, namelijk de leerplannen en de leerboeken in de scholen die mijn basis portie geschiedenis en burgerschap meegaven. Ja, maar het mag meer zijn dan dat, vind ik. Het moet aanduiden wat de gemeenschappelijke sokkel is op basis van de welke onze volksgemeenschap functioneert en bestaat. Verleden, heden en toekomst. Meer is dat niet. Laten we het niet te moeilijk maken. Laten we het ook niet ridiculiseren. Laten we het ook vooral niet alleen beperken tot een opsomming van geschiedkundige feiten, van data en namen en plaatsen. Het moet een geheel zijn van. En dat moet perfect kunnen, want ik denk dat zoiets noodzakelijk is om ons te onderscheiden van anderen. Zonder dat moet leiden tot haat of tot racisme of wat dan ook. Maar ook vooral aan te tonen, we onderscheiden ons van anderen. Maar wat bindt ons gemeenschappelijk zodanig dat we als volk uiteindelijk die eigenheid, die identiteit die de onze is, kunnen beklemtonen om daar als gemeenschap een gemeenschappelijke toekomst te kunnen uitbouwen. Ja. Dat is het hele verhaal, meer is het niet. Oké, bedankt. Ik herneem even voor 2020, dat nieuwe jaar waar we heen gaan, dat u dus zegt, wij als partij, N-VA, andere partijen, moeten boven zichzelf kunnen uitstijgen, een alliantie aangaan, desnoods een nieuwe partij. Uitgestoken hand naar ook Bart De Wever en de zijnen. Samenwerken, op welke manier dan ook. Geen taboes. Zorgen dat we out of the box denken, zodanig dat we in 2024 niet opnieuw af te rekenen krijgen met de dictatuur van het cordon sanitair. Dat is mijn enige oproep. Als dat kan, dan krijgt Vlaanderen eindelijk waar het recht op heeft, een rechtsbestuur in Vlaanderen. Wat is er anders dan?
de Forza Flandria van vroeger? Wel, de Forza Flandria was een idee waarbij men met verschillende partijen samenwerkte, maar ieder uiteindelijk zijn eigenheid behield. Terwijl ik denk dat we in deze formule misschien nog wel eens een stap verder moeten durven gaan. En dat kan lijstverbinding zijn. Dat kan de Forza Flandria-idee zijn van een alliantie die enkel dient voor verkiezingen. Maar dat kan voor mijn part, als die mogelijkheid zou bestaan, voor mijn part ook een volkomen nieuwe partij zijn. Okay. Partijen zijn slechts een vehikel. Het doel, dat is hetgene wat we moeten nastreven. Ja, oké. Okay. Dat zijn uw nieuwjaarswensen. Hè? Bedankt voor dit gesprek en goed eindejaarsfeest. Dank je vriendelijk. Hetzelfde voor u.